Ik hoop dat je die sponsor vindt. Maar wat als het nou niet lukt? Ja, dan blijft er weinig spaargeld over, laat ik het zo zeggen. Dat gaat heel snel nu. Maar zou dat ook einde carrière kunnen betekenen? Dat zou zeker einde carrière kunnen betekenen, ja. Kijk, het liefst heb je een carrière dat je helemaal aan de top blijft staan. Maar in mijn geval zijn het hoge pieken en diepe dalen. Uiteindelijk zijn de pieken voornamelijk in Olympische seizoenen behaald. Dus ja, als je het op de goede momenten er staat, dan is het alsnog wel goed. Ik heb je net zien trainen. Ja, je traint met een Friese ploeg, hè? Ja. Ja, ik zit in de Friese selectie op dit moment. Ik woon inmiddels ook al een aantal jaren in Heerenveen. Ik voel me nog steeds een Zwollenaar, dat moet ik wel bekennen. Ik kom er ook nog regelmatig, maar ik zit nu niet meer in een team. Dus dan is eigenlijk de beste optie om met de beste faciliteiten te kunnen trainen hier is de Friese selectie. Ja. Maar de reden dat ik met je praat is dat je iets wil. Je zoekt iets, je hebt wat nodig. Ja, nee, dat klopt. Want ik zit natuurlijk niet in een commercieel team. De schaatsen zelf is nou, niet de goedkoopste sport, om maar zo even zo te zeggen. Maar ook dit jaar heb ik alles zelf moeten betalen. Dus ook om bij de selectie te schaatsen moet je een eigen bijdrage betalen. Ik ben veel op kamp geweest, juist om op hoogte te zijn, om zo fit te zijn zoals ik nu ben. En weet je, ik moet nog een winter door. Dus in die zin help Lotte de winter door. Ik ben nu 2,5 weken in Insel geweest en dan merk ik echt wel dat daar de lucht schoner is, beter voor mijn longen dan hier. Dus in die zin, liever heb ik alle wedstrijden zo hoog mogelijk. Maar ja, dat is niet zo. Dus wat doe je dan? Je zorgt dat je periodes hebt dat je dan echt je longen helemaal schoon en goed hebt. En dat je dat daar lang genoeg op kan teren tot het de belangrijke wedstrijden zijn. En dan eigenlijk weer naar een hoogte te gaan. Dat is een beetje hoe ik dit seizoen ook deze zomer ook heb gedaan. Ja. En eigenlijk in de winter dat ook wil gaan doen. Je wil dus blijven trainen en Insel, dat is belangrijk voor je? Nou ja, Insel is een optie. Er zijn nog wel, de Colalbo ligt een baan op hoogte. In dit geval zijn de World Cups ook op hoogte, dus dat zou nog het mooiste zijn. Als ik me daarvoor plaats, dan ga je ook naar hoogte toe. Maar het is in ieder geval dat voor december wil je sowieso nog een blok op hoogte zitten. Ja, trainen op hoogte in de bergen, waar de lucht wat dunner is, wat schoner is dan hier. Dat is goed dus voor je, als ik je zo begrijp. Ja, ja. Dan voel je je fit. Daar voel ik me het fitste van allemaal. Ja, dat is de plek waar mijn lijf het beste mee doet. Dus dat is de reden waarom ik er ook zoveel ben geweest en nog heen ga. Maar Lotte, als ik jou zo hoor en ik zie jou hier dan ook trainen. Dan vraag ik me af, waarom heb jij nog geen sponsor? Ja, dat is een goede vraag. Ik hoop bij deze dat ik wat mensen kan bereiken die daar voor openstaan. En ik denk het belangrijkste is dat ze zelf een liefde voor de sport hebben. Of het gevoel hebben dat ze iets bij willen dragen. En dat zou heel mooi zijn. Zelf sta ik er beter voor dan ooit. Dat voel ik tijdens de trainingen. Ook mijn trainingswedstrijden gingen hartstikke goed. Mijn doel is de World Cups. Ik wil heel graag weer World Cups rijden. Het is een tijd geleden. En dus top 5, dat is mijn doel. Ja. We moeten het even over Peking gaan hebben. Ja, dat is goed. Ja? Heb je daar vertrouwen in? Ga je daar naartoe? Ja, nou, dat voelt op dit moment gewoon nog best wel weg. En dat komt niet alleen omdat het is in februari, maar ook de weg ernaartoe. Ik denk als je... Het is, zomaar zeggen, die vlag bovenop de berg. Maar om daar te komen moet je eerst nog een paar hoorders nemen. En pas waar mijn focus ligt nu vooral op die eerste hoorde, dat is het NK. Dan de World Cups, dan het OKT. En vooral die OKT is heel belangrijk. Maar dat is in december. En ik doe er nu alles aan om te zorgen dat ik in december het beste ben om me daarvoor te plaatsen. Maar ik kan nu heel moeilijk voorspellingen doen hoe het daar zou gaan. Maar ik begrijp wel dat je het heel graag wil. Dat zeker. Dat je er eigenlijk ook wel klaar voor bent. Ja, het zou het heel mooi zijn als ik mijn derde Spelen kan rijden. Ja. Ja. Goed, ik hoop dat je die sponsor vindt. Maar wat als het nou niet lukt? Ja, dat zou heel jammer zijn. Dat begrijp ik. Ja. Ja, nee, dan blijft er weinig spaargeld over, laat ik het zo zeggen. Dat gaat heel snel nu. Maar zou dat ook einde carrière kunnen betekenen? Dat zou zeker einde carrière kunnen betekenen, ja. Ja, en dat wil je natuurlijk niet om zoiets.